Welkom at KZT. Vandaag bezoek van iemand die ik eigenlijk niet zou moeten voorstellen. Professor Johan Braakman. Enorm leuk dat je hier bent at KZT. Wie ben je eigenlijk? Ik zal misschien eerst zeggen, hartelijk dank dat je om mij uit te nodigen. Heel veel plezier natuurlijk. Ik ben Johan Braakman, ik ben nu 53 jaar, als dat relevant is. Ik ben geboren en getogen in Wetteren, nabij Gent, u niet zo ver vandaan, natuurlijk. En wat moet ik over mezelf kwijt? Ik heb aan de Universiteit Gent gestudeerd en dan ook nog in Brussel en de Verenigde Staten wat verder gestudeerd, een doctoraat gemaakt over Charles Darwin. En ik geef nu al heel lang, het is toch relatief lang, les aan de Universiteit Gent en soms ook in nog andere plaatsen. En dat is eigenlijk mijn voornaamste bezigheid natuurlijk. Ik geef ook wel veel lezingen her en der. Ja. En klopt het dat jij iets hebt met de Verenigde Staten? Wel, de Verenigde Staten, ik ben er net geweest, dus ik kan moeilijk ontkennen. En ik ben er zo nu en dan wel eens. En ik heb er dus ook gestudeerd in de tijd van mijn doctoraat. Dus in die zin heb ik daar wel iets mee. Ik heb daar ook vrienden voor het leven gemaakt, zal ik maar zeggen, toen ik daar meer dan 25 jaar geleden een tijd woonde. Ik reis er graag in rond. Het is een fascinerend land, hè? Een land van uitersten. We moeten opletten om niet te snel te labelen of te categoriseren. Ja, want we hebben inderdaad tegen een beeld van Amerikanen bekomen. Dat is natuurlijk voor een deel ook waar, maar dat geldt even goed voor de Vlaming of de Belg of gelijk waar, welke cultuur, welk land. De Verenigde Staten is een land van uitersten ook. Hè. Je vindt daar alles en nog wat. Er komen nergens meer mensen, of er wonen nergens meer mensen die een Nobelprijs winnen bijvoorbeeld. Hè. Ze hebben ongelooflijk goede universiteiten, Yale en Stanford en noem maar op, MIT enzovoort. Maar er is ook veel armoede en analfabetisme, dus op sommige plaatsen ben je in een derde wereldland als je daar rondrijdt. Ja. Dus met krotten van huizen waar mensen wonen. Is dat in die mate storend? Zie je dat echt? Ja, je kunt daar niet naast kijken. Nee. Dus, en of je nu in Alabama of Louisiana of zo bent, of je bent in Californië, wat een rijkere staat is natuurlijk. Je gaat dat overal toch vinden hoor, zo van die dorpjes of plekken waar je aan de ene kant, dat is heel typisch het contrast, waar je aan de ene kant duidelijk waar rijke mensen wonen, hè, met dure auto's en chique villa's en een zwembad en weet ik veel wat. Maar dan 100 meter verder zie je dat er hele gezinnen wonen in woningen die bij ons onbewoonbaar zouden verklaard worden. Hè. Dus het is een land van hele grote tegenstellingen, op alle vlakken. Maar en op zich boeit mij dat wel. Dat op zich al boeit mij, dus hoe zo'n samenleving functioneert. En wat ik ook heel interessant vind, en dat trekt mij echt wel aan in de Verenigde Staten, ik denk dat er misschien nergens meer in de wereld dan daar geëxperimenteerd wordt met alternatieve levenswijzen. Je kunt daar mensen vinden die huizen hebben gebouwd met afvalstoffen bijvoorbeeld, met petflessen en ze bouwen daar een huis mee. Of ze gaan uitsluitend op alternatieve energiebronnen gaan functioneren. Of ze zoeken naar alternatieve vormen van mobiliteit enzovoort. Dus het is een heel creatief land ook. En doe je daar dan nog aan wetenschappelijk onderzoek? Wel, ik heb dat gedaan en zo nu en dan gebeurt dat wel eens als ik naar een universiteit ga, maar ik ben er soms ook louter om wat rond te reizen en om naar musea te gaan of nationale parken te bezoeken enzovoort. Maar je steekt altijd ontzettend veel op, wat je ook doet. Enfin, je moet er natuurlijk voor openstaan. Maar nu dus de laatste keer dat ik er was met mijn vriendin, we hebben vooral van die rare plekken bezocht. Hè. Zo vind je er in de Verenigde Staten veel. Wel, bijvoorbeeld, dat is natuurlijk zeer ambigu zo, creationistische musea.
Of een museum bijvoorbeeld, dat is ook een beetje schrijnend, het is wat dubbel. Een museum gewijd aan de slavernij, wat natuurlijk een ongelooflijk belangrijk thema is, maar dat bleek dan eigenlijk compleet pseudo-wetenschappelijk te zijn. Pseudo? Ja, dus pseudo-historisch. Dat was in Alabama eigenlijk, in een stadje Selma, een heel bekend stadje in functie van de burgerrechtenbeweging in de jaren 60 enzovoort. En het was dus een pseudo-wetenschappelijk museum, omdat eigenlijk alles werd er voorgesteld vanuit wat men noemt afrocentrisch perspectief. En dat is een soort pseudo-geschiedenis die zegt dus dat, dat alles wat van belang is in de westerse samenleving eigenlijk al door de Afrikanen lang geleden was bedacht. Bijvoorbeeld Socrates en Aristoteles enzovoort hadden eigenlijk alles bijna gestolen van zwarte Afrikanen enzovoort. Dus ja, als je dat onderzoekt, dan merk je snel dat daar klopt niet veel van. En ik vond dat wel een beetje pijnlijk, omdat in dat museum, dat toch over iets buitengewoon belangrijk gaat, dan kom je naar schoolkinderen en die krijgen daar dan eigenlijk een historische visie die niet klopt. Ja, kan je daar tegen reageren? Wel, we zijn daar rondgeleid door een dame die nog een rol had gespeeld in de burgerrechtenbeweging. Je begint daar niet mee te discussiëren, dat is heel moeilijk, zie je. Dus je ondergaat dat en je leert daarvan in een zekere zin. Maar je kunt daar natuurlijk tegen reageren, ja, zoals ik het doe in lezingen of in teksten of zo. Of ik probeer mensen erover te informeren. Ook in de Verenigde Staten zelf praat ik daar dan wel over met andere mensen. En er zijn natuurlijk allerlei organisaties, ook in de Verenigde Staten, de sceptische organisaties, universitaire mensen, humanistische bewegingen, historici allerhande, die tegen dit soort zaken reageren. Is dat dan een minderheid? Dat kan ik niet zo goed zeggen. Het is misschien een minderheid die daar actief een rol in speelt, maar we moeten ons er ook niet op blind staren. Kijk, er zijn miljoenen creationisten in de Verenigde Staten, maar er zijn nog meer mensen die niet creationistisch zijn. Natuurlijk, van die meer mensen die daar niet achter staan, is het natuurlijk maar een minderheid die actief betrokken is bij de educatie en de strijd daartegen, zal ik maar zeggen. Ja, niet iedereen kan dat zomaar op zich nemen natuurlijk. Maar je vindt het daar allemaal, en vaak, dat is ook heel interessant vind ik, stel je gaat naar een barbecue bij mensen in de Verenigde Staten, en er zijn daar 20, 30 mensen, ik zeg maar wat, dan ga je daar mensen van zeer divers plumage vinden. Je kunt daar bij wijze van spreken een professor evolutiebiologie in gesprek zien met een creationist, en dat kan. En dat kan wel wat ruzie zijn, maar ze kunnen ook goede vrienden zijn. Dus dat is heel typisch voor de Verenigde Staten. Ik heb jou trouwens nog niet gefeliciteerd met de prijs Vrijzinnig Humanisme. Ik neem dus aan dat je vrijzinnig humanist bent. Wat is dat voor je en hoe uitzicht dat zowel op professioneel vlak als persoonlijk? Ik denk, vrijzinnig humanisme bestaat natuurlijk uit twee woorden. Hè. Dus ik denk, vrijzinnig betekent in een Vlaamse context, hè, in Nederland is dat weer anders, maar hier wordt het natuurlijk geïnterpreteerd als zijnde ongeloof. Hè. Dus het niet erkennen van één of meerdere goden. Hè. Ik denk dat of andere bovennatuurlijke wezens waar een zekere macht aan wordt toegekend. Ik denk dat we dat verstaan onder vrijzinnig. Dat betekent dan ook, is daar een logisch gevolg van, dat je vanuit gaat dat je het ontstaan van het universum, het ontstaan van de mens en alles in de hele kosmos moet kunnen verklaren uit de natuurwetten zelf of uit naturalistische principes. Dus dat er niet ergens een bovenmenselijke, bovennatuurlijke intelligentie aan ten grondslag heeft gelegen. Dat is voor mij wat vrijzinnigheid betekent. Nu, vrijzinnigheid in die betekenis impliceert niet meteen humanisme. Want je kunt een vrijzinnige zijn zonder dat je humanist bent, denk ik. Dus een humanist staat eerder voor een aantal kernwaarden. En wat zijn die? Ik spreek hier nu natuurlijk misschien vooral voor mijzelf, maar die zijn
solidariteit, verdraagzaamheid, streven naar rechtvaardigheid. En dus die vrijzinnigheid is dan meer gericht op wetenschap? Ja, misschien wel. Maar bij mij natuurlijk, dus je vraagt ook naar het persoonlijke. Bij mij is het natuurlijk zo, en ook in mijn beroepsleven als ik lesgeef of een boek probeer te schrijven of artikelen schrijf bijvoorbeeld. Ik vraag mij natuurlijk ook af, als je niet accepteert dat er een soort bovennatuurlijk wezen bestaat, ja, dan accepteer je natuurlijk ook niet dat dat wezen zich zou geopenbaard hebben in teksten. Dus voor mij de Bijbel, de Koran of andere zogenaamde geopenbaarde teksten, dat kan zeer interessante en inspirerende literatuur zijn, maar dat is geen bron van absolute waarheden. Dat wijst mij niet per se de weg voor ethiek of politieke opvattingen of omgaan met mensen of wat dan ook. Dus ik sta voor de uitdaging als vrijzinnige, waar haal ik het dan wel? Want ik moet ook mijn leven leiden. Dus wat zijn mijn bronnen dan? Hè? Wat zijn mijn fundamenten? Wat zijn mijn waarden en normen? Waar haal ik de zin van mijn leven? Enzovoort. Ik denk dat dat vragen zijn waar elke vrijzinnige wel voor een deel toch mee te kampen krijgt. Dus, er zijn ongetwijfeld ook mensen die daar meestal niet zo van wakker liggen. Maar je wordt geconfronteerd met ziekte, met dood, met lijden. Je hebt wel eens een crisis, dat je iets ziet zitten en zo. En dan duiken die vragen bijna onvermijdelijk wel op. En ik ben daar in zekere zin professioneel mee bezig. Dus ik tracht mij af te vragen, wat betekent humanisme dan vanuit dat perspectief? Voor sommige mensen kan dat perspectief tot absurdisme leiden, tot nihilisme leiden enzovoort. Bijvoorbeeld, ja, maar bij mij niet. Tot nu toe toch in mijn leven sta ik er wel in om het eerder positief in te vullen. En dus het humanisme spreekt mij ook wat dat betreft heel sterk aan. Het biedt mij een visie op de mens en op het samenleven en op zingeving en op fundering, ook al is dat natuurlijk voor een deel relatief, maar toch op fundering van mijn mens- en wereldbeeld en mijn normen- en waardenstelsel. En dus, dat is hoe ik er tegenaan kijk. We kunnen dat concreter invullen, wat dat dan exact betekent, maar goed, dat is de kern van de zaak. Als het inderdaad over humanisme hebben, dan staat de mens altijd centraal. In hoeverre staat wel de mens centraal, dieren in het algemeen, want de mens zou ook wel kunnen beschouwen als die, of één dier in het bijzonder. Ja, ik denk, je kunt er niet omheen dat wij vanuit wetenschappelijk, biologisch perspectief zelf natuurlijk ook dieren zijn. Ja. Hè? We zijn zoogdieren, vertebraten, we behoren tot de primaten, hè? We zijn nauw verwant aan de chimpansees enzovoort. Dus dat is nu eigenlijk toch gemeen goed geworden, tenminste voor mensen die de wetenschappelijke kennis accepteren. Nu... Je vraag is eigenlijk, denk ik, of humanisme automatisch neerkomt op antropocentrisme. Dus dat de mens altijd centraal moet staan en de enige absolute waarde heeft enzovoort. Ja, dat is een hele lastige natuurlijk. Maar ik denk dat het humanisme toch al een tijdje evolueert richting een meer inclusief nadenken, waarbij we begrijpen dat het eigenlijk niet goed opgaat om te stellen dat je mensen in het algemeen een bijzondere waarde toekent op basis van bepaalde eigenschappen die mensen hebben. We hebben bewustzijn, we hebben zelfbewustzijn, we hebben autonomie, biografieën, we leiden sociale levens, we hebben emoties enzovoort. En als je dat dan vaststelt dat andere dieren dat ook hebben, in meer of mindere mate, dat je dan zegt, ja, maar toch trek ik hier de grens. En al die andere organismen, ook al lijken ze wel op ons wat die eigenschap betreft, die blijven wij toch louter beschouwen als slechts dieren. En die kunnen wij opsluiten, die kunnen wij opeten, daar kunnen wij mee doen wat wij willen. Ik denk dat dat een achtergehaald beeld is. Hè. Je vindt dat tussen haakjes heel sterk in religie, dat de mens een zeer unieke positie heeft. En dieren, ja, bon, die zijn er eigenlijk ten behoefte van ons en wij kunnen daar min of meer mee doen wat wij willen. Er zijn daar wel correcties op geweest enzovoort, je moet ze goed behandelen enzo. Maar toch, ze zijn volstrekt minder waardig aan ons. Ik denk dat het aan het humanisme is om een voortrekkersrol te spelen en erop te wijzen dat, neem nu chimpansees, dat zijn onze oudste verwanten, maar goed, we moeten ergens beginnen.
dat dat ook organismen zijn met een persoonlijkheid, dat dat subjecten zijn, die hebben bewustzijn, zelfbewustzijn, identiteiten, die zijn welzijnsgevoelig, die kunnen pijn voelen, die hebben biografieën, die herkennen elkaar uiteraard, die kunnen lijden, die kunnen vrolijk zijn, die kunnen lachen en wenen, en weet ik veel wat. Dat vertellen de zoologen ons allemaal en ik heb geen reden om daaraan te twijfelen en de primatologen. Dus ik zou het van mezelf toch zeer inconsequent vinden om dan te zeggen, ja, het kan allemaal wel zijn, maar zij hebben een volledige pels en wij niet. Ik zeg maar wat, dat zijn willekeurige criteria, of wij kunnen praten en zij niet, enzovoort. Dus blijven ze voor eeuwig en altijd buiten wat je dan kunt noemen de morele cirkel. Ik vind dat niet houdbaar. Dus een partij voor dieren heeft zin? Ik denk het wel, omdat zij toch de nodige correcties kan aanbrengen op een wetgeving die vanuit een zeer antropocentrisch perspectief tot stand is gekomen, omdat zij de aandacht kan vestigen van politici en van de media en van de bevolking op allerlei wantoestanden met betrekking tot dieren. Dus daarom vind ik ook dierenrechtenbewegingen, denk aan Gaia enzovoort, toch van een ontzettend groot belang. Hè. Dus ja, waarom niet? Hè? Ik denk dat dat buitengewoon belangrijk is. Ja. Vraag eigenlijk maar omdat ik steeds meer mensen zie die dieren boven andere mensen plaatsen. Het kan best zijn dat er mensen zijn die dat doen. Nu persoonlijk, ik denk, het is een hele lastige natuurlijk, dat weet je ook. Hè. Maar ik denk niet dat een mens die een persoon is, zoals jij en ik, dat we in situaties zouden komen waarbij we zouden zeggen, ja, een persoon zoals jij en ik is minder waard dan om het even welk niet-menselijk dier. Dat is een visie die ik niet deel. Maar ik kan mij wel voorstellen dat je bijvoorbeeld zegt, kijk, een menselijk embryo heeft minder waarde dan bijvoorbeeld een chimpansee met een biografie. Dat is misschien al een controversieel standpunt. Maar dat embryo is wel menselijk en kan een mens worden, maar het is nog geen persoon met een biografie enzovoort enzovoort. Terwijl die chimpansee heeft al die eigenschappen wel. Dus ik denk dat je daar dan toch gedwongen wordt om ergens te verantwoorden, laten we zeggen, als je de redenering aanhoudt, nee, dat embryo is van een totaal andere waarde, enkel omdat het menselijk is, dan die chimpansee die een biografie heeft enzovoort enzovoort. Ja. Dus dat is wel de lijn van denken die ik toch zou willen verdedigen. Maar dat wil niet zeggen, want soms wordt die kritiek gegeven natuurlijk, dat dan automatisch tot gevolg zou hebben dat iemand zijn hond of zo meer waarde zou kunnen hebben dan de buurman of zo. Ik zeg maar wat. Dat is een beetje af van de buurman. Ja. Ja, maar dat is een visie die ik dus dan ook weer absoluut niet zou delen. Heb je trouwens een oplossing voor dat klimaat? Nee, ik heb daar geen oplossing voor, nee. Maar je bent natuurlijk ook wel van oordeel dat er iets niet juist is. Wel, ik volg zoals in al dat soort zaken, ik kijk naar waar gaat de wetenschappelijke consensus naartoe. En dat volg ik dan. Hè. Ik heb ook geen zinnig alternatief. Behalve de wetenschappelijke methodes die hun job moeten doen en de wetenschappers met de juiste kennis. Over om het even wat eigenlijk, hè, waar ik geen verstand van heb. Dus global warming, de klimaatopwarming, ik ga ervan uit dat die reëel is. Hè, want ja, als dus duizenden klimatologen en al die andere wetenschappers ons dat vertellen, en dat is gebaseerd op studies die in de duizenden of tienduizenden lopen, weet ik veel. En alle belangrijke wetenschappelijke organisaties met relevante kennis geven dat aan. Ja, dan heb ik geen goede reden om dat te betwisten. Dus ik ga ervan uit dat dat reëel is. En dat ons dat voor zeer ernstige problemen kan stellen. Of misschien nu reeds stellen. En dus de oplossing, voor zover ik die al heb, komt er natuurlijk op neer dat we dus er moeten voor zorgen dat we ja, toch voor een stuk anders gaan leven. Anders met energie omgaan. Minder broeden op fossiele brandstoffen en houden maar door.
Dus ik denk dat dat ja, algemeen geweten is. Ik zal hier niet veel liever maar vertellen. Maar zou je zonder water kunnen bevallen? Op dit moment, in deze fase van mijn leven, is dat, moet ik toegeven, bijzonder moeilijk. Want ik heb mijn wagen nodig voor lezingen en allerlei zaken. Dus als ik ergens in een dorpje of zo, s'avonds laat, ja, dat is nu eenmaal zo. Maar ik ben niet per se tegen een wagen. Maar ik pleit er dan wel voor, laat ons meer investeren in de ontwikkeling van elektrische wagens en betere batterijen enzovoort. Dus zodat we vormen van mobiliteit kunnen creëren die niet bijdragen tot de klimaatopwarming of sowieso minder problemen veroorzaken. Dus in dat verband, vind ik dat we discussies moeten voeren over bijvoorbeeld hebben we niet net meer nood aan kernenergie dan minder? Hè? Dat is een lastige natuurlijk. Ja, maar ik ben niet meteen van mening dat we kernenergie zo snel mogelijk dus de kerncentrales moeten sluiten. Ik weet af van het probleem van het kernafval natuurlijk en de potentiële rampen, Fukushima, Tsjernobyl. Maar je moet het hele plaatje zien, natuurlijk. Hè. Dus ook de zoektocht naar alternatieve, andere bronnen van energie brengt bepaalde problemen met zich mee. Het creëren van windmolens en van zonnepanelen, dat leidt ook tot bepaalde problemen. Voor alles kost energie en heeft een effect op de omgeving en op het milieu. Dus wat dat betreft ben ik er nog niet aan uit. Ik ben er natuurlijk ook een expert in, maar het zou kunnen dat kernenergie misschien wel een oplossing biedt, of een onderdeel van een oplossing is. En ben je daarmee bezig? Lig je daar wakker van? Wel, ik lees daar wel over en ik praat daar wel over en ik ken wel mensen in mijn omgeving die daar vrij intensief mee bezig zijn. Dus in die zin ben ik er mee bezig, ook als burger. Ik vind, je moet daar toch wat wakker van liggen. Het gaat over ons en over de toekomst van kinderen, kleinkinderen, van de samenleving. Van de levenskwaliteit en ja, dus hoe zou je daar niet kunnen mee bezig zijn, zou je bijna zeggen. Je kunt natuurlijk redeneren, na mij de zonvloed, maar ja, dat doe ik niet en jij ook niet. Dus ja, ik ben daarmee bezig, maar niet in de zin van dat ik daar professioneel elke dag studies in Nature of Science, nee dat natuurlijk niet, dat laat ik over aan de mensen die hier. Ben jij trouwens actief op sociale media? Ik heb een Facebookpagina, twee zelfs. Wel, er is zo'n ooit eens een official page, heet dat dan, gemaakt, toen ik zelfs nog niet op Facebook zat, om lezingen van mij aan te kondigen en zo, en die is gewoon blijven bestaan. En daarnaast heb ik dan ook een persoonlijke pagina later dan gemaakt. En ja, daar zet je dan meer persoonlijke dingen op, zal ik maar zeggen. Maar ik ben niet erg actief. Ja. Ik heb daar eigenlijk ook niet zoveel tijd voor. Ik gebruik het vooral voor eens iets te delen wat ik erg belangrijk vind. Of een lezing aan te kondigen of de aandacht te vestigen op iets wat mij bezighoudt. Zo. Ik neem aan dat jij nog veel leest en schrijft ook. Dagelijks. Ja, van schrijven is natuurlijk minder dan lezen. Lezen is makkelijker. Dus ja. Ik heb niet altijd de energie of de courage of de tijd of zo om te schrijven. Maar het is toch in zekere zin bijna dagelijks. Dat ik aan... Ook fictie? Of... Nee. Dat ben jij veel nuchter. Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet, want ik lees graag fictie. Dat is ook zo met zijn periodes zo. Maar ik heb altijd graag gelezen, en nu nog natuurlijk, en ook vrij veel, ik lees altijd vrij veel, denk ik toch. Dagelijks, ik ben altijd wel in minstens één boek bezig. En ook fictie, maar ik moet wel zeggen, de fictie die ik lees ik dan vaak in functie van kwesties die mij, ik zal wel zeggen, beroepshalve ook bezighouden. Begrijp je? Ik ga dan op zoek naar... Hoe wordt dit thema uitgewerkt in fictie? Bijvoorbeeld ethische dilemma's, dat soort zaken. Maar zou je dan zelf ook meer fictieve stukken kunnen schrijven? Ik weet niet of ik het zou kunnen. Want jij schrijft heel veel. Wel heel veel, ja. Ik zou veel meer willen schrijven om eerlijk te zijn. Ik zou misschien zelfs mijn beroep willen gaan maken. Maar ik heb nu een onderwijsjob enzovoort. Wel dat ik zoveel andere dingen doe. Ja. En om te schrijven, dat heb ik natuurlijk wel ondervonden, of het nu fictie of non-fictie is.
je moet toch je moet jezelf kunnen isoleren en je mag niet te veel hooi op de vork hebben en je moet kunnen nee zeggen voor allerlei dingen. En dat is voor mij niet zo makkelijk. En muziek, ben je daarmee bezig? Want ik heb ergens gelezen dat jij binnenkort een voorstelling geeft in Bornem of een optreden. Wat houdt dat juist in? Wel, optreden, ja, als je dat een optreden wil noemen, het is niet dat ik zing of speel, hè. Ja. Praten kan ook een soort optreden zijn, natuurlijk, in een zekere zin. Ja, ik denk dat je verwijst naar een lezing die ik geef, of een optreden, met Jan Bortekiet en Rick de Leeuw. Ja, dat gaat over Lou Reed, hè, die nu op dit moment een goede 5 jaar geleden overleden is. Dat is een beetje een jeugdliefde van mij. En op een bepaald moment, naar aanleiding van zijn dood, de verjaardag als je dat zo mag zeggen van zijn dood, was ik uitgenodigd om deel te nemen aan een panelgesprek over Lou Reed. En daaruit is dan die lezing gegroeid en dat is met Jan Houtekiet en Rick de Leeuw, die dus Nederlandse bewerkingen van een aantal van zijn nummers brengen. En ik praat de zaak zo wel aan elkaar, dus ik zing niet, geen paniek. Nee, gelukkig. Geloof mij. Zo is het goed. En ik praat over de teksten van Lou Reed en de betekenis van zijn muziek in de rock and roll geschiedenis en zo. We hebben het al een keer gedaan trouwens, en dat liep goed, denk ik. Ja. En we amuseren ons natuurlijk. Ja. Iets helemaal anders dan de verlichting. Is dat voor jou de belangrijkste dingstroming of zijn er andere? Ja, dat is lastig natuurlijk. Je kunt... Ik denk niet dat je daar een objectief antwoord kunt op geven, want ja, het hangt er vanaf. In functie van wat? Zie je? Als je zou zeggen, voor de verworvenheden die wij nu hebben, neem dus iets als de universele verklaring van de rechten van de mens, buitengewoon belangrijk denk ik. Zoiets als de secularisatie, de scheiding kerk en staat, het feit dat wij zoiets hebben als vrije meningsuiting, noem maar op, dat wij toch tamelijk autonome levens kunnen leiden, al dat soort zaken. Dan, ik denk dat de ideeën die in de verlichting ontwikkeld zijn, dat voor dit alles van cruciaal belang zijn. Maar ja, je kunt natuurlijk, sommige mensen dus dan zeggen, ja, maar de basis daarvan is al eerder gelegd. Bij mensen die daaraan vooraf gaan, Machiavelli of John Locke of Spinoza, en dat is allemaal nog niet zo echt de verlichting. Ja, en dan wordt het de periode van daarvoor. Hè. Of je kunt zeggen, waarom dan niet de oude Grieken? Hè? Dus... want ja, wat hebben die niet allemaal gedaan? Hè? Daar ligt de basis van filosofie en van wetenschap en wiskunde. Dus het is een beetje een subjectieve inschatting in zekere zin. Maar voor mij persoonlijk, niet tenminste staat het buiten kijf, het is zeer zeker een ongelooflijk belangrijke periode waarin extreem creatieve mensen met creatieve, baanbrekende ideeën zijn naar voren gekomen. Het is bijna ja, niet te bevatten wat daar allemaal gepubliceerd is en welke gevolgen dat heeft gehad. Hè. Zonder die mensen, we realiseren ons dat misschien niet genoeg, leefden wij niet in onze wereld nu, of in onze westerse samenleving in elk geval. Dus de invloed van die auteurs, filosofen en denkers, theoretici zo gezegd, is enorm geweest. Hè. Denk aan Montesquieu, de scheiding der machten. Hè. Of iemand als Kant, ideeën over de begrenzing van de macht van religie. Spinoza, dat is al een beetje daarvoor, zo, ja, basiseffecten van de democratie. Mensen als Voltaire, recht op vrije mening, er valt daar zoveel over te vertellen. Wij hebben daar bijzonder veel aan te danken. Als je van het leven houdt dat wij kunnen leiden, hebben wij daar zeer veel aan te danken. Men zegt soms dat filosofie zoiets is dat niet veel met de werkelijkheid te maken heeft, maar dat is natuurlijk niet juist. Filosofie kan enorm invloed op de werkelijkheid hebben. Daarom ook, u bent, als ik het goed heb, een van de mensen achter VZW, de maakbare mens. Wat is dat juist? Ja. Wel, de maakbare mens is een VZW die uit het vroegere HVV, precies, in vrijzinnige vereniging is gegroeid. En
zich dus focust op ontwikkelingen in de geneeskunde, in de genetica, in meer in het algemeen misschien de levenswetenschappen, denk ook aan biotechnologie, maar dan wel alles wat betrekking heeft op de mens. En wat de VZW, de Maakbare Mens, tracht te doen, is enerzijds natuurlijk wetenschappelijk op de hoogte blijven van wat bestaat er allemaal, wat kan er allemaal, wat is er allemaal mogelijk, of wat zal er misschien in de nabije toekomst mogelijk zijn. En de VZW houdt zich dan bezig met ethische, politiek getinte problemen die zich daar rond situeren. Dus ik mag er dan van uitgaan dat de Maakbare Mens zich niet bezighoudt met de pro's en contra's van de genetisch gemanipuleerde organismen. Wel, als het over planten gaat en dieren niet, als het over mensen gaat wel. Dus bijvoorbeeld, je hebt dat misschien gevolgd, hè, die discussie die ontstaan is naar aanleiding van de man in China die babytjes, de verder embryo's, had genetisch gewijzigd met een techniek die de CRISPR-techniek heet, CRISPR-Cas9-techniek, waarbij je dus het erfelijk materiaal bij wijze van spreken vrij makkelijk en snel en efficiënt kunt wijzigen. Hij heeft dat gedaan eigenlijk om ervoor te zorgen dat ze resistent zijn tegen HIV, denk ik, want hun ouders hadden HIV, zoiets, ben nu de details op dit moment wat kwijt. Zodat die kinderen gezond ter wereld konden komen, daar komt het eigenlijk op neer. Dat heeft een storm van protest teweeggebracht, omdat dat niet ethisch goedgekeurd was enzovoort. Dus dit soort kwesties houdt de Maakbare Mens bezig, hè, naast allerlei andere zaken. Maar de discussie rond genetisch gewijzigde aardappelen bijvoorbeeld, dat weer niet. Ja. Dus ja, je moet ergens je gebied wat afmaken. Het is al moeilijk genoeg om het een te volgen en bij te blijven en daar zin over na te denken. Maar dus de VZW organiseert studiedagen, lezingen, werkt aan brochures, website, geeft voordrachten in scholen. Dus doet aan educatie, maar tracht natuurlijk ook opinierend te zijn op een wetenschappelijk verantwoorde manier. En tracht mensen ertoe te bewegen om daar zelf ook actief over na te denken en mee bezig te zijn. En geïnformeerde opinies daarover te vormen. Omdat wij denken dat dit soort kwesties, die zijn te belangrijk om louter aan de wetenschap of louter aan de politiek over te laten. Dit is iets wat, ja, wat in brede kringen van de bevolking bekend moet zijn. Willen wij daar op de juiste manier kunnen mee leren omgaan. Euthanasie, daar ben jij toch vaak mee bezig geweest? Wel, nu nog, hé. Ja, ik geef daar ook wel voordrachten over. En ik volg de discussies ook wel op, die daar nu nog altijd over bestaan natuurlijk. Ja, mijn eigen voorganger, als ik het zo mag zeggen, aan de Universiteit Gent, mensen als Jan Vermeers en Hugo van den Enden, die liggen toch meer aan de basis van de wetgeving die wij nu kennen. Zij waren daar al in de jaren 70 over aan het discussiëren en over artikelen aan het schrijven. Zijn dat trouwens mensen waarnaar je echt opkijkt als vrijzinnig humanist? Wel, naar opkijkt, ja, ik weet, het hangt er niet af wat je daarvan verstaat, maar ik ben die mensen zeer dankbaar, ik respecteer die enorm. Ze hebben mij mede gevormd. Zij zijn een voorbeeld, ja, dus naar opkijken, ja, in zekere zin wel. Ik, ja, zo bewonderen is mij wat vreemd, denk ik. Want dat waren ook mensen, gewone mensen in een zekere zin. Maar ze hebben wel, maar we hebben er wel bijzonder veel aan te danken. En ik hoop dat ik in hun voetsporen verder werk. Of het nu over euthanasie is, en alle discussies daar rond, of over wat anders. Zij zijn voor mij een rolmodel. Want ik denk dat jij hem vermoedens goed kent. Ik ken hem zeer goed, ja, absoluut. En wanneer zou ik als MS-patiënt moeten kiezen voor euthanasie? En waar ligt jouw grens? Over jou kan ik dat natuurlijk niet zeggen. Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Dat is net, denk ik. En je kunt zelfs ook zeggen, ik wil dat niet voor mezelf uitmaken, dat is ook goed. Maar je hebt wel de kans om het voor jezelf uit te maken, dat maakt de wet mogelijk. Dat vind ik dus cruciaal.
Maar voor mij persoonlijk, en dat zit in de wet weerspiegeld, ik denk als je ondraaglijk lijdt, en wat ondraaglijk is, is dus subjectief. Hè. Je hebt mensen die een zeer hoge resistentie hebben, en je hebt mensen die veel tegen minder kunnen, laat ik het zo zeggen. Dat hangt natuurlijk ook af van de context waarin je je bevindt. En van de doelen die je misschien nog in je leven hebt, en van je leeftijd, en van... Ja, ben je alleen of heb je een hechte familie en vriendenkring? Dat maakt natuurlijk een enorm verschil. En tevoren heb je passies waar je de zin van je leven nog aan ontleent of niet enzovoort. Dus wat wij ondraaglijk noemen, heeft ongetwijfeld ook daarmee te maken. Zie je? En dus is het voor iedereen ook weer anders, alleen al daarom. Maar dus voor mij persoonlijk, ja, als ik mocht ik in een situatie komen waarbij mijn lijden in die zin voor mijzelf ondraaglijk is, enerzijds. En ik heb een ziekte die ongeneeslijk is en ik ben uitbehandeld binnen redelijke grenzen. Hè? Want wat is uitbehandeld? Hè? Je kunt bezig blijven en dat soort hardnekkigheid is natuurlijk niet vast, denk ik. Maar dan denk ik dat euthanasie voor mij persoonlijk absoluut een optie zou zijn of zal zijn, absoluut. Ja, en ik ben blij dat die mogelijkheid in ons land bestaat. Ik ben op dit moment gezond en wel. Maar ja, het kan veranderen. En dus ben ik blij dat, moest het zich zo worden, dat dat een optie is, absoluut. Een leuker onderwerp om mee af te sluiten. Liefde of passie of... Gaan dit twee samen? Ik denk het wel, hè? Ik denk het wel. Maar ja, wat is passie en wat is liefde ook? Weer een beetje gereikt. Misschien een beetje beroepsmisvorming om dan de vraag te stellen: wat verstaan we daar precies onder? De liefde van een moeder voor haar kind is iets anders dan de liefde van een man voor zijn vrouw, bijvoorbeeld, of wat dan ook. En passie, passie voor muziek, passie voor de medemens, passie voor kennis. Dus het hangt een beetje vanaf wat je precies wil onder verstaan. En filosofie, is dat een liefde voor filosofie of is dat een passie? Ik denk dat wel de beide is. Ja. Ik hou er wel van om eigenlijk elke dag met filosofie bezig te zijn. Vaak maak ik ook allerlei ontwervingen. Hè. Lees ik fysica of biologie of zo. Soms vrij technisch zo, voor zover ik dat kan snappen. Maar dat heb ik dan nodig voor mijn filosofische passies, waar ik mee bezig ben. En bij mij vertaalt zich dat vaak dan in een artikel of een lezing of in een les of zo. Dat is voor mij zo wat mijn lakmoesproef, zal ik maar zeggen. Als ik het in een lezing kan brengen voor een geïnteresseerd lekenpubliek, dan ben ik tevreden. Zou het ontbreken van liefde of passie een reden kunnen zijn om te kiezen voor euthanasie? Stel nu dat ik plots de lust verlies om te lezen. Want nu is het zo, en dat is al in mijn leven zo, sinds de tijd dat ik heb leren lezen, dat als ik wakker word, het kost mij eigenlijk maar 10 seconden, of ik kan een boek nemen en lezen. Snap je? Ik kan mijn leeslampje aanknippen, 's ochtends vroeg, als ik niet meteen ergens moet zijn, en beginnen lezen. Dus het zal mij direct boeien en ik heb tijd tekort om alles te lezen wat ik wil lezen. Maar ik heb ook tijd tekort om met mijn vrienden en mijn vriendin en familie tijd door te brengen enzovoort enzovoort. En zo veel andere zaken. Zolang ik dat heb, dan denk ik dat ik een fysieke aandoening zou mogen krijgen. Als die mij niet ondraaglijk pijn bezorgt, dan kan ik verder met mijn leven. Snap je? Dan heb ik een drive, heb ik een passie. Maar dat wegvalt, en ik ben niettemin toch kerngezond, fysiek gesproken, ja, dan weet ik het niet zo goed, eerlijk gezegd. Dan zou misschien de zin van mijn leven kunnen verdwijnen. Want ik denk dat het wel wat samenhangt, Aziel, als ik niet meer in staat ben om interesse op te wekken bij mijzelf dus, of te hebben, voor lezen, voor film, voor gesprekken en zo, dan verlies ik misschien ook mijn liefde voor andere mensen, om tijd door te brengen met andere mensen. Ik denk dat dit is wat je hebt als je een ernstige depressie hebt. Hè? Ja. En dus dan niks boeit je nog, niks interesseert je nog. Levenslust is volledig weg, precies.
Maar ik kan daar eigenlijk niet met veel recht over meepraten, want ik heb dat gelukkig voor mij nog nooit gehad. Maar puur theoretisch denk ik wel, het zou voor mij persoonlijk makkelijker zijn om ernstig fysiek ziek te worden, mits de pijn onder controle is, min of meer, zolang ik maar gepassioneerd belangstelling kan hebben voor lectuur, voor gesprekken, voor het nieuws, voor de krant enzovoort, ja, dan kan ik verder. Eigenlijk, veel oude mensen zijn zo. Hun lichaam wil niet meer mee, maar ze zijn nog in balans geïnteresseerd. Op die manier kan ik ook oud worden, ja. Over ouderdom, als ik het goed begrepen heb, zijn wij beide oudere punkers. Professor Johan Braakman, enorm bedankt voor dit gesprek hier, Ad Casatil. Dit was Ad Casatil met professor Johan Braakman.